Hoe heeft het team gereageerd op die nederlaag op bezoek bij PEC Zwolle? Nou, dat gaan we morgen zien, hè. Maar hoe was de sfeer in de afgelopen week na die nederlaag? We bouwden wel van de nederlaag, maar ik denk dat de sfeer gewoon wel prima was. We hadden wel het idee dat er net iets meer in had gezeten, hoewel ik wel vond dat Zwolle beter was. Maar we hadden kansen en die hadden we moeten verzilveren en dat gaan we hopelijk morgen wel doen. Want wat gaat er morgen anders zijn, behalve dat die kansen verzilverd moeten worden? Nou ja, het is gewoon een ongelooflijk belangrijke wedstrijd. En we kunnen ons niet meer verschuilen achter het feit dat er nog een aantal wedstrijden gespeeld moeten worden. We moeten gewoon zorgen dat we punten gaan halen. En morgen lijkt mij een hele mooie gelegenheid daarvoor. Nou, de vorige keer dat je tegen VVV speelde, was jij eigenlijk de grote man met twee belangrijke goals? Nou, dat is toch een scenario waar je morgen ook voor zou tekenen? Ja, voor zo'n wedstrijd als toen teken ik zeker. Hoeveel is er anders ten opzichte van die tijd met de verhoudingen Sparta-VVV? Nou, er is een hoop veranderd. Al denk ik wel dat we in potentie nog steeds in staat moeten zijn tot zo'n prestatie. Alleen op dat moment zaten we gewoon in een goede flow en dat is nu net wat anders. Alleen VVV heeft niet zo heel ander team dan toen en wij wel, maar ik denk niet dat we achteruit zijn gaan. Hoe is je gevoel over de afloop van dit seizoen? Nou, het kan alle kanten op. Dus daar zijn we ons van bewust. Maar dat betekent dus ook dat we ons lot in principe gewoon in onze eigen handen hebben. En dat moeten we zien te grijpen. Maar als je naar het programma kijkt met uitwedstrijden bij Vitesse en Feyenoord, zal het vooral in de thuiswedstrijden moeten gebeuren. Is dat iets wat ook in de groep leeft? Ja, je weet dat tegen het einde van het seizoen dat wanneer degradatieploegen ook uit, maakt niet uit tegen wie ze spelen, tegen ploegen spelen die eigenlijk al veilig zijn en nergens meer voor spelen, dat er dan altijd rare dingen gebeuren. Dus ik denk dat iedere wedstrijd voor ons een mogelijkheid is om punten te halen, maar vooral de thuiswedstrijden zijn de ideale mogelijkheid. En ik denk dat we hebben laten zien dat we afgelopen tijd tegen directe concurrenten gewoon goed presteren. Dus op papier is VVV in principe ook zo'n directe concurrent.